Yo, kijk hier een video van Modern Warfare. Het is wel Call of Duty Modern Warfare. Hoe zeg ik Modern Warfare? Het is niet van waar zo, Call of Duty Modern Warfare. Dus, en ik heb nog geen maatje, alleen echt. Gewoon niemand reageert. Echt, de vraag was van bijna niemand. Hier ook al. En ik vraag me gewoon, dus ik ga gewoon even weer solo doen. Ik zet even mijn headset uit. Eigenlijk, ik ga sowieso gewoon echt gewoon op zoek gewoon alsof er wel ook anderen zijn die dat Modern Warfare spelen. En sowieso ook even buiten, gewoon buiten afleveren. Even lekker pakken, oefenen. Even gewoon een beetje. Wat is eigenlijk dat muisje met die streepje? Ja, en zeg ook even gewoon wat, want dat heb je de vorige keer niet gedaan, maar zeg ook even gewoon wat plekken gewoon in de reactie van, ja, bij die plek, bijvoorbeeld bij het tv-station, ik zeg nu maar iets. Ja, ik weet niet, tegen wel dat een beetje goede loot kan liggen, want ja. Dat zou ik heel erg waarderen als jullie dat heel even doen. Met mijn kabel. Ik zit weer kloot in mijn kabel. Oké, we hebben dus een kabel. En de game gewoon zetten. Leuk, ik speel de clubs in mijn kabel. Mijn headset kabel. En deze die ligt niet zo lekker, want die gaat de hele tijd opkrollen. Maar wat deze ook weer. Zo vervelend. Ja, die gaat er zo vervelend. Kijk dan. Kijk, maar dat is gewoon een camper. Echt, en die ene guy die is nog niet, die zei ook dat die weer weg was. Daar heb ik toen een keer dus van mijn Discord namelijk. Die is best, ja, die is best wel wat beter. Die is wel PlayStation, die, ja, die is niet. Ik heb gewoon even gevraagd. Nee, hoe ga jij naar het stadion? Ja, pot. Ik denk dat dat iets beter is. In het stadion ligt denk ik niet veel lucht, want dan kun je nog niet in het stadion, dus ja. En voor degene wat nu gaan kijken, ik ben niet echt pro trouwens, gewoon een Warzone, dus daar verwacht niet te veel. Ik ben gewoon niet echt pro, ik speel het echt niet zo lang. Ik heb mij pas 3 video's gemaakt, zelf 4. In ieder geval 4 of 3. In ieder geval daar ergens. Dus verwacht niet te veel. Ik ben gewoon zelf genoeg een beetje klaar hebben met de Fortnite.
ik weet niet, ik heb elke keer de neiging om mijn joystick, of mijn rechter joystick te klikken. Voor mij was het bij Fortnite zo. Dus wij welkom sowieso gewoon even iemand. Zo erg is dat schotel, dus ik weet niet precies als hij nog links of rechts staat. Fucking. Ik weet nog niet als hij precies staat. En ik hoorde hier schoten vanaf komen. Daar reed iemand voorbij. Heel veel mensen. Nee, dan ook even niet uitkijken. Dan moet iemand op het dak. Bij mij ziet hij niet, en ik heb geen fucking sniper. Maar ze zijn niet op het dak. Wel, hij landde daar.
meer uit in mijn hoofd. En hoe moet ik die guy gaan pakken, man? Ik heb alweer recht in de zon te rollen. Het is echt gevaarlijk hoor. Moet je Zag je net iemand? Oh fuck, ik zag het laat. Alleen eigenlijk hoef ik met mijn stability echt wel aanpassen. Want ik vind hem... Alleen mijn sensitivity denk ik iets. Ja, als ik weer op het dak wandel dan. Ik denk ik niet echt het beste wapen voor. En hij heeft lekker zo'n... Ja, als ik er net gespannen, moet ik dan hopen dat ik even lekker een normaal wapen krijg. Alleen ik ga even mijn stilte aanpassen. Ja, wat de fuck? Moet die dan omhoog zetten?
dan ga ik gewoon een kortje solo doen. Maar echt, ik wil gewoon eigenlijk gewoon met iemand spelen alleen. Wat is het stomme? Terwijl die spelen gewoon met je Warzone bijna. Dus dat vind ik dus gewoon stomme. Die spelen gewoon app en allemaal gewonnen, maar die spelen allemaal Fortnite nog. Ja, iedereen zijn eigen ding. Dat is waarom iedereen zijn eigen ding. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, of die mogen misschien gewonnen zo spelen. Van de ouders, dat kan ook. Dat ze weer Warzone mogen spelen. Dat is misschien ook die jongen weer of zo. Dat kan ik dan niet begrijpen. Maar ja. En ik moet daar gewoon iets in doen, dan denk ik. Ik weet dat we niet uit de slimme plaat.